Team Sixpack Motivation en andere vrijwilligersorganisaties hebben vanmorgen minder bedeelden en dak- en thuislozen ondersteund met eten en drank. Dit gebeurde aan de waterkant. De organisaties willen hiermee een gebaar maken in de richting van hun doelgroep. Ook willen zij anderen ertoe bewegen soortgelijke sociale activiteiten te ontplooien. Naast een portie bruine bonen heeft Team Sixpack Motivation ook gezorgd voor fruit. Urte Adriaan, trekker van Team Sixpack Motivation, zegt dat het een spontane actie is van een aantal gymbezoekers. Het initiatief is ondersteund door meerdere donateurs. Adriaan is blij dat de doelgroep goed was vertegenwoordigd. Waarom we hebben ingestemd met de media is dat we eigenlijk gewoon een voorbeeld willen zijn voor andere jongeren. We zijn allemaal jong, we sporten en waarom we hebben gekozen voor minder bedeelden is omdat het mensen zijn die niet in zo'n gelukkige situatie verkeren als wij. Dat we elke dag weten waar we slapen, elke dag een bordje eten hebben. We weten ook dat we vandaag alleen hier hebben gestaan. Maar er zijn 365 dagen in het jaar. Dus we hopen eigenlijk met dit gebaar hopen we eigenlijk dat er meer mensen zijn die het overnemen. Misschien dat we alle 365 dagen samen kunnen vullen. De Mengo Farber, een van de daklozen die in aanmerking is gekomen voor voeding, is zeer ingenomen met dit initiatief. Hij hoopt dat dit vaker zal gebeuren. Ik wil dat de grand tangi, want ik vorm dat ik naar Borom ook ben gekomen met mij de tapstraat. Maar ik ben hier niet voor de join nu. Want ik heb alles maar naar drugs verslaafd, alles maar wat probleem. Maar ik ben hier in de organisatie met de Tango Sodoro. En wat jaar ook toe. Die alles maar mijn ma, de saf me, de tante van mij, de familie van mij. Ja, de chin van mij ook toe. Wat zoet jaar. Ja. De Mengo Farber, een van de daklozen die vandaag voeding heeft gehad van de vrijwilligersorganisatie Team Sixpack Motivation. De activiteit was vanmorgen aan de waterkant.